Ja. Volgens mij kan ik nu beginnen. Nou, dit wordt dus even over de platte aarde weer. En dat wordt een uitzending nummer. Even controleren hoor. 67. Dat is nieuws 67. En dan gaan we het weer even hebben over de platte aarde. Het is echt verschrikkelijk. Maar het is wel een sociaal fenomeen. En we zitten hier te kijken naar Bob en Kami. En die gaan hun platte aardemap uitleggen. En een mirror from Nathan Oakley, 1980. En het kanaal is DITRH. En dat betekent natuurlijk weer gewoon iets. Dus daar gaan we nu eventjes naar kijken. En dan komt er daar ook een vrouw in beeld. En die gaat heel duidelijk uitleggen hoe het zit. En nou moet ik even aan de microfoon frotten. Dat ze goed in beeld komt. Dat jullie ook weten dat ik niet lieg. Sorry dat ik het derde kijk van tevoren moeten doen. Shit happens. Ook op de platte aarde. Zo moet hij goed staan. Ja, nou, we zijn er allemaal klaar voor. Dan gaan we even luisteren naar het kanaal Ditterha. Dat is een afkorting hoor. Oh ja, dat is Deep Inside the Rabbit Hole. Dat is een mooie intro natuurlijk. Dus working together for truth will break us free from the liars that have imprisoned us on an imaginary spinning ball. Dat kan ik ook opkiepen. Magneticisme is de sleutel tot onze wereldkaart. Ja, nou kijken of die mevrouw het goed kan uitleggen. Kijk, mijn eerste commentaar is, ze begint met praten terwijl de muziek nog bezig is. Je kan het gewoon niet horen. Wat zegt ze nou? Even terug, kijk of het kan. Ja. There's going to be a byway going. But what's happening is on the magnets, the sun and moon, and I can explain the phases out. I'll do that. Antonio knows. Patricia, I know how the phases work. I've been modeling them for a year. I know what causes the phases. It's a distance in elevation. Attitude or altitude, yeah, of the things. And the projection you see from underneath, protein it from the angle you see it at. I can mimic it. We can do this all in lab. Ik weet echt niet waar ze het over heeft, hoor. Oh, dit zijn de magneten. En wat zegt ze eigenlijk? En ze zit de hele tijd van rechts naar links te kijken. En er zit iemand van de kijkers uit gezien rechts. En daar zit ze de hele tijd op te focussen. Wat doet ze nou? It's not magic, it doesn't take anything. I can make you get all your new phases perfectly. All you need is a flashlight and a ball. And I know it's not a reflection, but think of it as a fluorescent reaction. It's a phosphorescent reaction. Yeah, so the light is just mimicking. It's emitting cold light. Yeah. It's reacting with radiation to emit. Het licht interact. Het licht heeft een interactie met de straling. Ja, zonder meer. En wat is dat stomme plaatje dan? Vroeger hadden we spirograaf. En dat was een heel grappig dingetje. En dan kon je de meest grappige lijntjes, herhalingen van patronen. En dit is dan gemaakt met Photoshop of zo. In this magnetic system. So in this magnetic system, what's happening is the sun and the moon. Here's your heart-shaped part of the map, by the way. This is where, if you move your prime meridian right here to Giza, uh-huh, you'll have the Hawaiian Islands right in the cleft here, the place of creation. Uh-huh. Wow. Where all your volcanoes are. Yeah. Also, you're going to notice that your ring of fire, all of your stuff, this is your ring of fire. Ja, snap jullie het nog? Dit slaat er helemaal nergens op. Waar is dat mens mee bezig? En dat wauwelt maar door, hè?
Kijk, komt er weer met het plaatje. Would be diametrically opposed, like South Pole's up. I'm sorry, South Pole's up. Yeah. To a North Pole up. Okay. When you do that, then you start getting these grid lines. All right. This is the magnetic lines. As above, so below. This is bullcrap. As above, so below. As above, so below. So boven, so beneden. Dat is een uitspraak van Hermes Trismegistus. Ja, dus. Ja, dan heb je weer het plaatje. Oh, wat is de aarde plat, zeg. Nou. Ik geloof direct dat de aarde plat is. Want dat is een blonde vrouw en die zit de hele tijd te kijken naar die andere man. En dan doe ik het goed. Totale onzin is het. En nou houdt mijn Mac ermee op. Maar misschien dat jullie een platte aarde film kunnen vinden die wel ergens over gaat. Zonder van die blonde mokkels die uit hun nek lullen. Dat zou kunnen. Nou, wat ik me afvraag is waarom er de laatste tijd het hele internet vol gepleurd wordt met platte aarde films. Wat is daar nu weer voor... Wat is er nou weer aan? Ja. Kijk of mijn netwerk nog een beetje loopt. Ja, nee, hij loopt nog wel. Doe ik even een refresh. Oh, ik zit te wachten op Google Ads. Ja. Even de sound down. Ja, dan krijg je weer dat plaatje te zien. Ik ga hem wel even groot zetten. Dat heb ik al gezien, dat plaatje. Dat zijn de magnetische velden. En daaronderin zitten dus... Kijk, en dit is het nog veel mooier uitgelegd. Nu snap je het echte. Want zo zit het. En waar ze die data vandaan hebben, weet je veel. Ja, dit is het symbool van een vrijmetselarij. Nou, dat kennen we ook allemaal. Ja, dat is gewoon een passer en een rechte hoek. En dan nog een keer het Dan Brown halen we erbij. Het verloren symbool. Ja, dan is de aarde plat hoor. Dus, ik heb me zitten erg, eerlijk gezegd, aan een uitzending of twee van Johan Oldekamp. En niet van allemaal hoor, dat is gewoon niet waar. Maar sommige uitzendingen, dat vond ik ook dit niveau. Ja, je kan ook wel een boek van Dan Brown, dat je daar een scannetje van maakt. En zegt, oh, ik heb het boek van Dan Brown en de aarde is plat. Want het gaat namelijk over 65.000, 5.000, 30.000, nee, 50.000, 30.000, 40.000, 50.000, 30.000, 50.000, 60.000 en 60.000 erboven. Oké, ik snap het al, ja. Het is de platte aarde, mensen. Als dit duidelijk is, dan weet je het toch. Nu zijn we allemaal overtuigd. En ze lullen maar door. Hè? Kom, luister even naar. It is in close enough proximity to cause an anomaly. A pressure. Remember, opposing light poles repel. Okay? Which creates a pressure. Okay? And that pressure, it not only shows up, it shows up in the form of the ring of fire. For one, which is perfectly on one of these things, and we're not sharing, are we? Oh, I just quit that. Yeah. Dus, the pressure is like a ring of fire. Nou, kijk of dat mokkeltje hier nog een beetje in beeld komt. Dit geouwe hoef ik ook echt niet aan horen. Kijk, wat is nog meer die kaart met, even kijken wat ze zeggen. You just put the coordinates in it. Now, the implications of this, guys, is not only... Three magnetic, central points on the Earth, but it also applies because as above, so below. There's a third object up there. This, but I'm thinking from the diagram, because it's something we're forgetting when we're looking at the diagram. We're forgetting the POV. Yes. So, because they're describing this, say, hold on, this is only a two-dimensional version. We're in a three-dimensional world, so there's something else. That they can't depict because of having to look through it to see what they're showing us. And they had to roll everything by 60 degrees or 66 degrees. They thus, rolled that's over why we 66 see that coordinate everywhere. To hide it. Yeah.
Dus ze moesten alles draaien met 60 graden. Nee, 66 graden. En dan gaat dat wijfje daarnaast gaat het ook weer wat lopen herhalen. Nou, het zal allemaal wel. Dit is hetzelfde kaartje, dat kennen we allemaal. De aarde is plat. Oh, wat is de aarde plat. Dat allemaal zien. Ja. Ik krijg er echt hetzelfde gevoel bij als met die maanlanding. Ik denk, waar zit ik naar te kijken? Wat is er van onzin? But if you do that, all you have to do is read your numbers, read the coordinate, the land coordinates, like on the tip of Brazil or like the tip of South America. Like South America's came out right, I believe, right here. It tells you where to put your dots to do the outlines of your continents. Yeah. Because your coordinates are all real. People travel the land. They're real. Yeah. Okay, so your coordinates were talking. Laten we eventjes die trut antwoord. It's right around like this. But all you have to do is look at where the coordinates are on the map and draw the points on where the edges are, Antonio. Uh-huh. But you squish it in and you put points on where the coordinates that tells you where everything is. For your map. Do you understand if you squish this in as a grid line? Yeah. I can help you read it if you have any problem reading maps because I'm good at it. Okay. I adjusted the grid lines on it for it. But if you do that, all you have to do is read your numbers, read the coordinate, the land coordinates, like on the tip of Brazil or like the tip of South America. Like South America's came out right, I believe, right here. Dus zij zegt hier, jongen, ik kan je uitleggen hoe dit in elkaar zit. Dit is een coördinatenstelsel. En als je weet wat je coördinaten zijn, dan weet je waar je bent. Ja, dat lijkt me nogal wieders. En weet zij ongeveer waar Zuid-Amerika ligt? Deze mensen... Oh, kijk, nu komt dat mokkeltje onderin in beeld. Even kijken wat zij zegt. Oh, die blonde die blijft maar doordullen. Diagram with logic problem, because you don't know what questions to fill in the diagram with. How long have you been working on this from the first over time? Over a year. I have a solid working model that we printed over a year ago. That had some of it, but not everything. Of yeah, all people to come up with it, Cammy, you connected with Bob. Kijk, en wat je hier ziet, aan de linkerkant, hè? Dit is een tamelijk professionele microfoon. Zo'n ding kost je echt wel een paar honderd euro. Zeker met die elastiekjes dingen, zodat die helemaal goed hangt. En dit is een aristocratisch iemand. En deze man, die heeft ook niet een al te lelijk huis. En ze zitten gewoon te lullen. I mean, thank goodness. Good, wonderful, warm, nice, loving, connected, conscious people. Like, oh my god, I feel like crying. So good. It doesn't help me with Bob, actually. It's good to talk to... I mean, I love Bob. No. Believe me. But it broke up their marriage. No, listen. No, he's done this out over a year ago. Yes. Waar komen deze mensen vandaan, hè? Ze zit een beetje als een Hillary Clinton. Gaat ze de mannetje zo even huggen? Oh, wat is ze blij met de man. En ze lullen gewoon uit het nek. We hebben alleen maar een Oké, dan komt Antonio Subiritas. You have to conceptualize it more clearly for yourself, so you can explain it for him. You're right. So, if he had a mind that was closer to you, you might have a more vague idea and never actually come to fitting it. So it's perfect. Yeah. I do, but when I said that, I mean that any good with him. It's just he does not have the visual. He has so many other skills, but he does not have. Yeah. So you have to make it extra rotund so that you know it is digestible to some right. Yeah. Visual. And she basically came up with all this when you know about a year ago, and I was saying, look, this has got to be a magnetic model. This you know the magnetics is the key to this. She took that to heart and ran with it, and that's basically what she's been doing ever since. Furious. I don't always watch all of this. Ja, dus zij beschouwt dus het magnetisme als de ontologie. Het wezen van alles of zo. Dat is magnetisme. En een jaar geleden is ze daarmee aan de gang gegaan. En toen heeft ze een A4 weten te maken. En ze heeft vier andere mensen zo gek gevonden om dat samen met haar op het internet te gaan zetten. En dat is alles.
En dan kan die kop van de kerel weer in beeld komen. En hier een of andere blower. En wat krijgen we hier dan weer? Is het weer een horizonopname? Oh nee. Again, I don't have the oh, ze hebben een tweede. Done, but I have it in my brain. Ja. So. Kijk, wat zij ook had kunnen doen, is dat ze hier gewoon een scan van had gemaakt. En die zet je als PDF of JPEG of whatever. Dan zet je die gewoon op het net. Maar dat doet ze niet. Ze doet net als met die maanlanding, en lekker schudden. Hè? Kijk maar. Oké, imagine the sun's path, the yellow line. Gewoon. En wat is dat eronder? Is dat een droedel? Van, hoe is dit gemaakt? Zo wobbly, wobbly, wobbly. En the moon's path is the blue line. Now, I'm taking this from a picture of the sun and the moon's path out of all of the science. If you look up lunar nodes, you will come up with this picture. Okay. And let me stop her right there. Give me a second. Okay. And also, to understand this, you have to understand that these two circles, as the year goes around, they're actually going like this. Mm-hmm. Dat is totale bullcrap, hè? Moet je kijken hoe ze hier links kijkt. De mens is gek. En mensen is totaal verstoord. Generators which have sequencing of magnets but have one slot empty so that the magnets will not clog with the next. Exactly. Yeah. The magnets exactly. Will so not go off right and then zegt die andere exactly. But they're not exact. So think of a spirograph. Think of a spirograph where you're doing almost circular patterns that almost. En waar gaat dit naartoe? En waarom is de aarde plat? Nou, even hier kijken. Volgens mij kun je beter naar porno kijken. Maar. Ja, dat is ook een vorm van porno. Yeah, I was just gonna say, that's where they get that from. The yeah, look, Nathan. Half story. Yep. It's the no, that's why it's making it it's I have the wet and the fluorescent lights in it. It's actually making it glow. Like phosphor like when you put these minerals in that in a light box. Oh my God. These minerals in a light box. So it can't look go all of oh, dit mens is echt knettergek. Er zit een lampje bij een steen te halen. Hand op de hoofd. En ze denkt, oh ik ben gek. What you're saying is the moon, what you're saying is the sun. I don't get it at all. Let's show okay, this okay, Nathan, I'm gonna have him do it for you. Show this. I'm gonna go smoke. I'll be back, boys and girls. Okay, Nathan. Okay, Nathan. So, what they have is a stone called celestite, which has really peculiar qualities. That is highly magnetically impermeable, and it reacts to radiation. Depending on the type of radiation, it will give a different color light. Ja, kijk, dit is dus ontzettende onzin. Ze zitten te praten over, er is een bepaald materiaal, dat heet teleconite of zo. En dat heet iets met straling. Ja, we hadden het erover de platte aarde of niet? Correct. I've got all that. What I'm saying is, are you proposing to me that there's a giant ball of that stuff that you just held that balanced on a magnetic field? That is exactly what we're proposing, yes. And it not only does, when you look at it close, it does it not look like celestine, but celestine has oh, all celestine. The characteristics that you would expect, including this. Celesta is de hemel, dus het hemelspul. Here's the sun, and it's not visible light, okay, that's fluorescing the moon. It's the radiation, just like that. Same principle, exactly. So the moon is self-illuminating, but get this, when the moon illuminates, it illuminates just like this light does in a cool fluorescent light. Ongelooflijk onzin. Wat hij beweert is dat de maan wordt niet beschenen door de zon. Nee, de maan die licht op uit zichzelf. Net als dit trucje. Maar dit trucje, dat kennen we allemaal, toch? Hij heeft daar in zijn rechterhand heeft een apparaat en er zit een accu in. Of er zit een stroomdraad aan vast. Maar hij heeft in ieder geval elektrische energie aan boord. En dan houdt hij daar een fluoriserend dingetje bij. En die trekt die elektrische energie uit dat ding. En gaat dan zelf licht geven. Ja.
Dus hij wil beweren dat de maan gemaakt is van dat spul wat hij in zijn linkerhand houdt. Want hij heeft iets gevonden bij de Action. Of bij een of andere internetwinkel. En dus is dat zo met de maan. Ik ga nog even naar het einde toe en dan ga ik afronden. Ik moet even naar de supermarkt. Dan krijg ik weer al geloof ik een boek. When you look at the seeds, het is dus niks. Hij heeft gewoon een steen in zijn handen. Waar maakt het uit? Ja. Dat maakt de aarde niet plat. Just exactly what we see on the moon. Every day, yeah. And the gray patches. Yeah, and the gray patches. The whole nine yards. That's exactly what you see. Precies. Er zitten grijze vlekjes in. Dus dit is het helemaal. Nou, nu is mijn vraag aan jullie. En die stel ik me ook mezelf. Zijn dit 5 idioten met te veel geld en te weinig te doen? Die... Of is dit een psychedelische psy-op operatie? Een psychische operatie? Psychedelische operatie? Is dit om ons voor de gek te houden? Nou, dat laatste, dat lijkt mij het meest voor de hand liggende. En dat betekent dus dat er mensen zijn die op het internet dit soort ongelofelijke onzin met opzet erop zetten. En vet betaald worden. En die wonen in mooie huizen. En ze werken voor de Tavistock Instituut ofzo. Om te kijken of ze ons ervan ook kunnen overtuigen dat de aarde plat is. En dat we allerlei gekke dingen gaan denken. Dus ik denk dat dit het zo is. En dan zijn deze mensen wat mij betreft erg schuldig. En die verdienen het dat ze sorry mogen zeggen. En nu ga ik tegen jullie geen sorry zeggen. Nee, ik ga tegen jullie tjus zeggen. En dit was uitzending nummer 0. Even weer controleren. Altijd, ja, 67. En voor uitzending nummer 67 zeg ik tjus tegen jullie. Lieverds.